onderwijsminister Marie Levens, die is er met haar team van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ingegaan op de vernieuwingen binnen het onderwijs en waarom deze vernieuwingen noodzakelijk waren. Volgens Levens is 45%, en dat is dan uit statistieken gebleken, is dat met het onderwijssysteem dat we van oudsher hebben gekend, 45% van alle Surinamers die hebben dan tot de lagere school, vierde klas, doorlopen. En daarmee bouwt u dus geen land op. De minister die is er daarom ingegaan op de vernieuwingen welke zijn doorgevoerd vanaf zij eraan zit. Toen ik minister van Onderwijs werd, trof ik een land aan waarbij ongeveer 45%, sommigen spreken van 47%, maar ongeveer 45% van de mensen die in dit land wonen, die hebben een niveau van ongeveer de vierde klas lagere school. Dat is wat ik ben komen aantreffen. 45% van dit land heeft een niveau van ongeveer de vierde klas van de lagere school. Met dit percentage mensen dat een vierde klas lagere school heeft, kun je geen land opbouwen. Wij hadden het met ons allen makkelijk kunnen maken. We hadden onszelf het heel makkelijk kunnen maken en het systeem precies zo laten als het is. Maar we hebben ervoor gekozen om die 45% te verlagen. We hebben er bewust voor gekozen om in Suriname mensen te hebben die op zijn minst 10 jaar naar school zijn gegaan. En niet tot de vierde klas lagere school, dat tegenwoordig heet leerjaar 6. Wat we tellen vanaf de kleuterschool. Dat is de enige reden waarom we hebben gezegd, laten we de kinderen die niet goed mee kunnen, niet langer buiten spel zetten. We hebben jarenlang die groep die niet goed mee kon of die langzamer was dan anderen, hebben we jarenlang buitenspel gezet. Twee keer blijven zitten betekent wegwezen. En daarmee hebben we een heleboel talenten verloren in dit land. Alle leerkrachten op school, geen één uitgezonderd, alle leerkrachten op school, die overigens hardwerkende mensen zijn en hun werk serieus nemen, en allemaal kennen ze 3 niveaus in hun klas. Ze kennen een niveau van hele snelle kinderen, ze kennen een niveau van een grote groep die gemiddeld mee kan, en ze kennen een groep die veel langzamer is. Alle leerkrachten kennen dat, alle schoolleiders kennen dat. Wat we vroeger deden, is die groep die veel langzamer was, zetten we buitenspel. En dat is gegroeid tot ongeveer 45% van die samenleving. En ik denk dat iedereen het met ons eens zal zijn dat dat niet langer kan. Blijven zitten is daardoor afgeschaft. Wat niet bestaat, is gratis overgaan. Maar blijven zitten en kinderen buitenspel zetten, dat stuk is afgeschaft. Wat doen we dan om die groep in ons systeem te houden? Laten we eerst beginnen te zeggen dat de kranten focussen op de media en DNA-leden ook, focussen op 5 of 6 of 7 kinderen van de 41
kunnen niet goed lezen of schrijven. Laat me u vertellen dat wereldwijd 6 van de 10 kinderen van 10 jaar dat probleem hebben. Ze kunnen niet goed lezen, ze kunnen een tekst die ze lezen niet begrijpen. Dat is 6 van de 10 kinderen die 10 jaar oud zijn. Dat zegt de UNESCO. Wat de UNESCO ons ook vertelt, is dat de malaise in de wereld komt omdat 240 miljoen kinderen in de wereld niet op school zijn. Gewoon niet op school zijn. Maar Suriname is in die wereld. Suriname is onderdeel van die wereld. En als je ons vergelijkt en je kijkt naar deze cijfers, zou je eigenlijk moeten zeggen, we doen het zo slecht nog niet. Als je die percentages hoort en die aantallen. Desondanks zijn wij niet tevreden met wat we hebben aangetroffen toen ik minister werd. En toen hebben we gezegd, we gaan alle kinderen vasthouden. We gaan ze niet meer buitenspel zetten. En dat is wat nu gebeurt. Nu is de vraag, als je ze op school houdt, hoe help je de huidige leerkracht om de kinderen die langzamer zijn, extra hulp te bieden? Nou, mijn collega's zullen u daar alles van vertellen, want het is heel goed voorbereid. Het verhaal dat we uit het hoofd dingen doen, dat is niet waar. Ik heb bewust een hele doos met alle documenten meegenomen om u te laten zien hoeveel voorwerk en onderzoek gedaan is voordat we die stap hebben genomen. En ik kan u zeggen, het begon 25 jaar geleden, want ik was er gewoon bij. En langzaam hebben we dat ding opgebouwd om uiteindelijk die stap te nemen. Op het moment dat ik minister werd, heb ik de gelegenheid om wat we al die tijd zo hebben voorbereid, om dat door te voeren. En met overtuiging en met een bepaalde zekerheid, omdat er veel voorwerk is gedaan. Mijn collega's gaan u straks daarover vertellen. Dat gratis overgaan niet bestaat, dat zal mijn collega van, mijn medewerker van het examenbureau u uitleggen. Dat er meer testen worden gedaan dan voorheen. Voorheen wachten we tot de 6e klas lagere school, dus leerjaar 8. En dat testen we één moment. En wie buiten de boot viel, had pech. Dat doen we niet meer. We testen regelmatiger. Vooral om te weten wat jij moet doen aan de hand van die uitslagen. Wij gaan onze leerkrachten op school helpen met specialisten. Rekenspecialisten, taalspecialisten. Maatschappelijk werkers voor de begeleiding van de kinderen. Want in deze tijd hebben de kinderen extra hulp nodig. Vanwege de financiële crisis en ook vanwege de naweeën van COVID. U volgt de wereld, u weet dat de United Nations in haar laatste General Assembly een speciale meeting had van alle presidenten van de hele wereld die maar één hebben gedaan, ze afgevraagd, wat moeten we nu doen? Bijna 1 miljoen kinderen zijn zoek. In ons buurland Jamaica zijn 180.000 kinderen niet teruggekomen na COVID. In Suriname zitten we tussen de 5.000 en 7.000. Waar zijn die kinderen? Tellen ze niet meer mee? Hoe komt het dat ze weg zijn gebleven? COVID heeft enorm geregeerd in de wereld. Ouders zijn hun werk kwijtgeraakt, bedrijven zijn over de kop gegaan, met
kunnen het niet meer betalen om hun kinderen naar school te sturen. Er zijn te veel kinderen kwijt. En het lijkt een klein aantal als je kijkt naar de rest van de wereld. Wij hebben een slogan op ons ministerie. Zegt: elk kind telt. En ik kan u zeggen dat met de groep die hier aan tafel zit, iedereen gaat akkoord. Iedereen is overtuigd van het feit dat elk kind telt. En voor alles zoeken wij een oplossing. We doen het niet alleen. We doen het niet alleen. Het ministerie is veel groter dan de mensen die u hier aan de tafel ziet zitten. We doen het echt samen met de leerkrachten. Die zaal waar we hier zitten is vaker vol met leerkrachten. Regelmatig, bijna elke dag. Vandaag hebben we moeten bedelen om hier te mogen werken. Omdat die leerkrachten getraind worden in het werken binnen dat nieuwe systeem.